Van den Berg, dat is de burgemeester van de Oostpolder provincie. Goedemiddag. Ik zou wel eens even een experiment met jullie willen doen. Want ik wil jullie meenemen naar Emmeloord in de Oostpolder. En mijn vraag aan jullie is of je de ogen dicht wil doen. Ogen dicht. Ogen dicht. Jury ook ogen dicht. Even concentreren op een rode stip. De rode stip die wordt kleiner, kleiner en die verdwijnt. Ja, nou zit je in het goede spectrum. Ik nodig jullie uit om te stappen in een drone. Die drone die staat hier. Dat is een grote drone. Daar kun je in zitten. En ik bestuur, maar je gaat omhoog. Hou je vast, want het gaat hard. We vliegen naar Flevoland. We komen boven de Noordoostpolder. Je kijkt naar beneden en je ziet een lappendeken van land. Veelkleurig. Een Mondriaans schilderij. We komen boven Emmeloord. En in Emmeloord gaan we weer snel naar beneden. We dalen. Met een klein schokje kom je op de grond. Midden in Emmeloord. En je houdt nog even je ogen dicht. Want je staat nu op de Deel. De Deel, het stadsplein van Emmeloord. En je kijkt met je ogen dicht even om je heen. Rechts van je zie je auto's. En in de verte gebouwen. Links van je zie je auto's. En in de verte gebouwen. Het is kaal en winderig. Het stormt zelfs een beetje. Voor je auto's, achter je auto's. En nu mag je je ogen open doen. Je bent op de Deel. In Emmeloord. Niet erg prettig om te verblijven. En hoe kan dat nou? 30 jaar lang probeert de gemeente daar al prachtige plannen te ontwikkelen. 30 jaar lang bedachten wij plannen voor de Deel. Stadhuis zouden komen, restaurants, supermarkten. De beste architecten van het land werden naar Emmeloord gehaald en tekenden de mooiste plannen. Maar het lukte niet, want keer op keer zei of de bevolking nee, of de ondernemers wilden het niet, of de gemeenteraad. En het mislukte keer op keer. Omdat wij die plannen bedachten. Toen werd het 2014 en er kwam een nieuw college. En een wethouder zei, weet je wat? We gaan allemaal anders doen. Alle plannen weg. We beginnen helemaal opnieuw. En we vragen aan de mensen uit Emmeloord hoe we de Deel gaan ontwikkelen. En er kwamen brainstormsessies, tekenbijeenkomsten, er werden maquettes gemaakt. Honderden mensen kwamen daar bij elkaar en prachtige plannen werden daar gesmeed. En een jaar later was het zover dat de gemeenteraad een besluit kon nemen. En nu wordt er gebouwd op de Deel. Wil je nog eens even je ogen dicht doen? Doe nog even de ogen dicht. We gaan nu even 2 jaar vooruit. Je kijkt weer om je heen, je bent weer op de Deel, je kijkt om je heen en je ziet vrolijke mensen. Je ziet terrasjes, restaurants, mensen zitten in de schaduw van een boom. Je hoort fonteinen kletteren en ruikers, je ruikt lekker patat. Dat klopt, want Emmeloord is World Potato City. Ja. Je mag je ogen weer open doen, want ja. Maar wat wil u eraan doen om dat vast te houden voor in de toekomst? Ja, oké. Ja, blij dat je dat zegt. Want daar hebben we dus jou voor nodig. Daar hebben we jullie voor nodig. De mensen die steeds opnieuw hun creativiteit willen inzetten. Ga nog eens even, als jullie willen, nog even een stapje opzij. We gaan even, en je mag je ogen open houden. We gaan even 2000 jaar terug. Griekenland. We kijken ook op een pleintje in Griekenland rond. Er zijn mensen bij elkaar en die praten over de toekomst van hun polis, hun stadstaat. Politiek, hè, politiek is dat. Daar werd politiek bedreven. Democratie werd eruit gevonden. Demos, het volk. Kratos, kiest, kracht. Het volk mocht daar kiezen. Dat is al 2000 jaar geleden in Griekenland ontdekt. En nu weer terug naar Emmeloord. Daar is het in 2016 en 2017 opnieuw uitgevonden. Lang leven Emmeloord,
Lang leven de democratie. Ik zie helemaal over mensen, helemaal over de ogen. Nee, dat is het. Wim, zie je voorstellen. Ja, dank u wel. Prachtig verhaal. Het voorbeeld van de mensen van Athene, de goede mensen van Athene, is misschien een beetje ver gezocht eigenlijk, want dat liep helemaal niet goed af. Dat was een democratie, die kwamen bij elkaar, die deden het domste wat ze konden doen. Een heel klein dorpje viel het grootste wereldrijk ter wereld aan. Niet verstandig, het heeft ook niet zo lang geduurd, maar het zit veel dichterbij. In Nederland, Nederland is bevochten op het water. Wij hebben hier altijd de democratie van onderop gekend. Mensen, niet de adel, niet de bestuurders, die maken het land droog. En die gingen het zelf inrichten. He, Nederland heeft een heel andere, stevige democratie dan andere landen. Wij hebben het land zelf bevochten. Nou, waar beter een voorbeeld dan in de Noordoostpolder dat te vinden. En nu helemaal true to nature dat in Emmeloord ook weer te doen. Je eigen omgeving inrichten samen met burgers. Ik vind het een mooie pitch. Dank je. Dank je wel. Maar dat maakt zich wel een beetje gemakkelijk af. Of misschien helemaal niet. Want hij laat me doen het door Darshans Plog. Hallo allemaal, wij zijn de Pubers uit Arnhem. We hebben super veel zin om een paar jongens te spelen. En dit is ook gewoon. Girls and little girls scream recipes.
Thank you.